Bosveld. Is goed. Bosveld zelf maar uithalen. Bosveld. Een stift. Bouwen, Bosveld is dit 3. Zo maak je een hat-trick. 3 goals in 10 minuten tijd van de aanvoerder van Feyenoord. En hoe kan het dat je zo geliefd was bij Feyenoord supporters? Want ja. Ja, als ik. Door het verhaal wat je had ook? Nou ja, ik denk wel type speler, denk ik. Ja. Maar daarbij ben ik wel benaderbaar. Dat ben je zelf ook. Dus ik ben wel. Ja. Ik denk dat jij ook geen verschil maakt of iemand nou voorzitter is of schoonmaakster. Je hebt eerder wat met de schoonmaakster dan met de voorzitter, denk ik. Ja. Goed, maar dat geldt voor mij zelf ook. Ik ben ook een jongen van. Een beetje, ja, gewoon. Gewoon gezin. Ja. En, maar ik denk het type spel ook. En ik zweet altijd als een otter. Als ik de warming-up had gedaan, dan was ik al zeiknat. Ja. Ja, echt niet normaal. Maar soms zag ik er na een wedstrijd ook niet uit hoor. Helemaal ingevallen wangen. Dat ik wel echt of ik alleen nog maar hoefde te gaan liggen. Ja. Maar ja, ik denk. En het type spel, ik was wel van doorgaan. Ik was geen mega technicus. Nee, maar wel volle bak. Ja, ik altijd wel vol ervoor gaan, dat wel. Ja. En daarnaast kom ik nog wel redelijk voetballer, denk ik. Ja. Maar je hebt best wel veel gescoord ook, toch? Jawel, ik denk 89 keer zo, volgens mij. Competitie. 89? 89 keer, competitie, ja. Zo. En uiteindelijk Champions League nog 3 keer en Europa Cup. Maar was die UEFA Cup dan? Dat was die mooie deel. Toen was je aanvoerder, hè? Dat was je aanvoerder, ja. Omdat Van Gastel geblesseerd was. Nee, Van Gastel was al. Was eigenlijk, was hij terug al? Nee, die was eigenlijk al een keer afgehaald. Oh. Die was als aanvoerder af en toen dan kwam hij door een interview in de Sportweek, daar had je toen nog. Oh ja, Sportweek. Waren ze ja. Een beetje kritisch, of kritisch helemaal niet. Ze vonden gewoon dat we waren kampioen geworden in 99. En ze hadden zoiets van nu doorpakken. En daar hadden ze gewoon gelijk in. Maar goed, ik kwam net kijken en ze zaten er altijd. Maar ik vond gewoon dat ze daar een punt hadden. Ja. Uiteindelijk, het bestuur die voelde toen al, en dat is nog steeds volgens mij zo. Je mag vooral niet meedenken. Nee, ja, nou prima. Uiteindelijk is dat ook de reden waarom ik weg ben gegaan. Bij Feyenoord? Ja. Maar goed, dat is prima als je dat beleid hebt. Maar het is gewoon jammer. Dus hij moest een aanvoersband inleveren. En toen bleef er niemand over. Dus toen kwamen ze bij mij. Ik zat helemaal niet op te wachten. Maar uiteindelijk ja, is het wel een eer natuurlijk. Voor, ja, tuurlijk. Voor zo'n club sowieso te spelen. Ook aanvoerder te zijn. Ja. Maar die UEFA Cup, dat is gewoon bizar hoor. Iedere wedstrijd was eigenlijk billen knijpen. We hebben geen wedstrijd relaxed uit kunnen spelen. En we speelden ook nog die finale in eigen stadion. Dus het was gewoon meant to be, zeg maar. Oh, tegen Dortmund was dat, hè? Ja. Ja, maar ik kwam heel snel tegen 10 man. Die Kolen kreeg rood en penalty. Die lange, hè? Was dat, hè? Ja, scoorde. Nou, iedere vrije trap bij Pierre was bijna doelpunt. Ik kon bijna al richting eigen helft lopen. Schieten, hè? Dat is niet normaal, hè? Ja, dat zeg ik wel eens tegen die jongens tegenwoordig, hè. Als je die lange zag, die was toen ook 2,33. Wij gingen gewoon, ik zelf ook, hè, maar wel meer. Wij betrokken wel anderen erbij. Ja. Wij gingen gewoon nog een uur door op het veld. Ja. Daar heb ik het over. Gewoon, je bent gewoon liefhebber. Je wil gewoon. Gewoon na de training. Uiteindelijk word je er beter van. Ja, na de training. Ja. Als je dan het veld afliep, toen had je nog dat trainingsveld naast het stadion. Moest je gewoon uitkijken dat je niet voor je ballen werd gereden, want dan gingen de aantal spelers al snel naar huis. Ja, maar dat zegt wel wat. Kijk, uiteindelijk denk ik dat Pierre ook niet van moeder natuur een paar emmers talent heeft gekregen. Hetzelfde geldt voor mij. Wel talent, maar juist talent om te ontwikkelen, daar moet je gewoon veel energie in steken. Ja, Pierre was ook niet echt een technicus toch, of zo, die was gewoon... Hij wel mega snel. Echt explosief hoor. uit tegen Milan moest ik een keer spelen, toen ging hij een sprint, wou die druk zetten. Maar echt. Ik heb nog nooit zo hard gelachen tijdens een wedstrijd. Ja, afgelopen keer dan met Bram. Ja, ja. Zware. Maar echt de tranen over mijn wangen. Wat zachte uit. Tegen AC? Tegen Inter was het. Oh, tegen Inter. De halve finale uit de eerste wedstrijd. Maar ik moest echt keihard lachen in het veld. Dat was misschien ook een beetje de spanning dat dat eruit komt. Ja. Maar het zag er gewoon uit. Ik moest gelijk aan Forrest Gump denken dat hij die beugels losliet. Echt, was niet echt. Daarna werd ook hartelijk om gelachen. Ja, mooi, want die Inter. En toen jullie speelden tegen Inter, klopt. En toen. Ik kwam toch bij Inter later. Ja. Ik had getekend op bij Inter. En toen riep die Materazzi mij.
We zijn, en die kom eens, we zijn ook een keer in Rotterdam moesten we voetbal tegen Feyenoord. Maar toen was Bruno was een beetje zeg maar zo'n vent die dan een beetje alle spelers in de gaten had. Ja. Bruno had klappen gehad. Klappen, ja. Die man had zien lachen, die zei, Bruno, je hebt klappen gehad. Dat gebeurt anders nooit hoor, in Rotterdam. Ja. Maar hij was toen het toch? Die Bruno kwam ervoor, jongen, en ik heb wat? En die man had zien lachen, jongen, dat is niet normaal. Normaal is een stok, jongen. Ja, daar zijn ze niet van de dialoog. Nee. Oh, die gek. Hey, wie was de beste speler waar je mee gevoetbald hebt, zeg maar? Die echt dacht van wauw, die is echt goed. Ja, ik vond rondom het, zeg maar, het EK 2000 zat Bergkamp, in die periode zat Bergkamp er nog bij. Ik vond echt wel een fenomeen. Ja. Maar dat toernooi was Kluivert ook echt op zijn top. Hè. Ja. En Jaap Stam 2004 was niet normaal. Ja, dat was echt, die stak er wel. Ja, want ik moest op een training tegen hem 1 tegen 1. Ja, dat kon niet. Dat ging niet. Dat kon niet. Ik was snel, maar dan moest je dan met z'n tweeën op de achterlijn en de advocaat die schoot die bal dan naar voren en dan moest je hem pakken, ja, en dan scoren. Nou, ik heb geen keer gescoord. Dat was echt een beest hoor. Boah. Ja, Anelka vond ik echt super goed. Dat was wel een beetje eigenwijze Fransoos. Maar, ja, goed. Ik moet ook zeggen, de benadering van met name die assistent, toen van Kiergen en ook van Kiergen zelf, er zat ook weinig tact in. Dat was gewoon echt van ik bepaal, ik ben baas. Ja, en dat werkt gewoon niet bij iedereen. Niet zeker meeleven met anderen. Zeker niet met die generatie. En dat botst ook regelmatig. Maar dat is ook weer hilarisch, vind ik altijd. Gekke dingen gebeurd in de kleedkamer? Vechtpartijen of zo? Vechtpartijen, ja, daar wel. Nou, wel een mega vechtpartij met kerstborrel, met Anoka, in een of andere discotheek. Meen je? Ja. Maar even kijken. Nee, wel een rare actie van die Barton. Die had dan een of andere luchtbux met een infrarood lens erop. Nee. En die ging daar mikken op. Die was gewoon racistisch. Oh, meen je? Ja, joh, die ging op al die donkere Fransozen. Ging die schieten? Ging die schieten. Zo. Gewoon mikken? Mikken, ja. Maar goed, iedereen die wist hoe gek die was. Dus had ook een klein zweetpareltje tussen de billen. Dus, nee joh, maar die was echt wel hartstikke gek. Ik heb met hem ook een keer op de training een keer lopen knokken. Met die Joey? Ja. Wat echt een waas is het, hè? Ja, hij was echt gek, ja. Maar wij waren concurrent, wil ik niet zeggen. Maar we speelden op dezelfde positie. Ja, ja. Kieger was gewoon van een beetje roleren om iedereen een beetje tevreden te houden. Maar uiteindelijk... Ja, op de training zet hij hem een keer over de bal heen. Ja, goed. Oh. En toen? Ja, goed. Toen kreeg hij de een terug. En toen werd vol in de partij. Ja. Ja, mooi. Ja, ook niks mis mee. Maar goed, ik heb nu nog steeds contact met hem hoor. Met Joey? Niet dagelijks. Ja. Meen je? Oké. Okay. Ja. Waar zit hij nu? Gewoon in Engeland, Liverpool? De laatste keer zat hij volgens mij bij Fleetwood of zoiets. Oh. Ja, als zeg maar manager. Waarmee? Ja, weet je, Engeland, als dat weet je zelf als speler, dan kun je altijd in de voetballerij blijven. Ja, ja. Hier in Nederland is het ook wel een beetje tendens nu. Iedereen wordt trainer of scout. Ja. Maar goed, dat komt natuurlijk ook omdat het een groot deel van je leven dat je dat doet. Dus je hebt heel veel ervaring erin. Dus ook zonde om dat overboord te gooien. Aan de andere kant, heel veel spelers hebben natuurlijk ook niet echt een studie afgemaakt. Dus nee, dat is gewoon puur voetbal. Ja, en misschien een keer een AVO of... Sommige universitair, die jongens die gepest worden vaak. Ja. Maar uiteindelijk, ja, de meeste gaan toch snel voetballen. Ik was ook 18 toen ik bij Eagles kwam. Ja, toen zat ik in Doetinchem op school. En die verbinding, er was geen samenwerking tussen Go-Ahead en die school in Doetinchem. Logisch. En ik moest zelf vanuit Doetinchem naar Dieren met de bus en dan met de trein naar Deventer. Dan moest ik rennen om op tijd te komen bij de training. Nee. Dan waren we al een beetje bezig met de warming-up. Oké, okay, dus van Doetinchem naar Dieren. Oh ja, Dieren, ja, daar woont mijn moeder woont daar. Oké. Okay. Maar jij komt uit Doetinchem, hè? Doesburg. Oh, Doesburg. Wel, ja. Doesburg. Ik had daar ook nog van. Ja, ik ben echt een Doesburger. Ja. Het irritante is dat in je paspoort staat Doetinchem, maar ik ben geboren in het ziekenhuis. Ik had iets te groot hoofd. Ik moest naar het ziekenhuis. Echt? En Doesburg had je geen ziekenhuis, dus ik moest in Doetinchem. Oh ja. En daarbij geboren in Doetinchem. Ja, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. Ah, ja, nou. Niet alleen een grote kop, hè? Nee, ook voeten. Voeten ook, ja. En anders knik ik iedere keer op. Anders val ik iedere keer om, hè?
Okay. Voor de rest, doe je nog wat sporten ook nog? Want je bent wel fit, hè? Ik was aan het kickboksen. Echt? Dat was best wel lange tijd, ja. Ik wou tegen jou vechten, maar jij haakt niet op jou. Nee, je loopt niet, man. Ja, joh. Echt? Ben je echt aan het kickboksen? Ja. Waar? Hier in Groningen, Deventer, ben je? In de ring. Nee. Ik was toen gewoon aan het kickboksen, omdat ik wilde wat gaan doen. Alleen, ik heb een tijd een beetje geworsteld met reuma. Dat is nu onder controle. Dus toen wilde ik weer wat gaan doen. Maar ik ben wel van de balsporten. Ik tenniste een beetje, maar niet echt competitie. Maar toen ben ik gewoon kickboksen en ik vond het echt fantastisch. Lekker, hè? Echt conditioneel heerlijk. Een beetje uitlaatklep. Ja. Het is gewoon mooi. Dus ik vond het echt lekker. Ik moet rechtdoor. Oh. Anders ben ik morgen nog niet thuis. Wat ga je doen met Koningsdag? Zaterdag, hè? Ja. Ja, ik denk wel dat ik weer een stadje in ga. We wonen dicht bij het centrum, dus altijd ben wel van de gezelligheid, mijn vriendin ook. Dus we gaan wel vaak naar de stad. Zondag wordt een vriend van ons, het is een klein mannetje, maar die wordt 50. Een klein Turkse jongen. Ja, die wordt 50, dus dat is wel mooi. Dus we hebben even een feestje, dat is wel leuk. Ja. Nou, morgenavond wedstrijd. Tegen wie spelen jullie? We spelen RKC en die moeten winnen. Thuis? Wij zijn al veilig, dus wij zijn al derde, hè? We zijn al zeker van de eerste vijf, dus dan sla je de eerste ronde om je rechtdoor. Ja. En hun moeten winnen. En hun doen het ook wel aardig, hoor. We hebben in de winst ook wel goede spelers erbij gehaald. Ja. Het is wel leuk om Fred Grim even terug te zien. Bij Fred Oranje. Ja. Hoe was dat? Fred wel aardig kerel, hè? Fred is wel aardig, ja. Heel serieus, maar wel goed. Ja. Ja, maar Fred, moet je maar eens, als je hem spreekt, moet je vragen aan dat salarisstrookje van Mido. Krijgt hij een broer? Ja. Mido die had getekend. En dus de Fred die verdiende wel goed geld, maar niet zo heel veel. Het was een normale speler zeg maar, bij Ajax. Dus hij, dat wist Mido. Toen kwam Mido met die salarisstrook zo naar hem toe. Toen zei hij, Fred, kan je me helpen? I don't understand. Fred, dat ding over, die krijgen broeten, jongen. Dat is niet normaal. Er stond 1,2 miljoen op. Ze waren gelijk beste vrienden. Moet je maar eens vragen aan Fred. Dat is echt gebeurd zo. Wat een gekke Mido, joh. Als ik morgen aan denk, ga ik het vragen. Ja, moet je maar eens vragen. Dat is echt lachen. Heb je een kopietje ervan? Nee. Ik zal Mido eens bellen of hij me even opstuurt. Oh, dat was een mooie actie, hoor. Ah, Fred was wel een goede kerel. Oh, ja, joh, prima. Ja, in het begin. We hadden goede lichting. Hè. Dat was echt een beetje de periode dat iedereen heel, heel negatief was over Nederlands voetbal. Ah, toen dacht ik echt van, joh, het is wel altijd alles of niets, hè, hier in Nederland. Ja, het is ook wel. Echt wel talent, hè. Tuurlijk is het kwalijk dat je al heel lang niet kwalificeert met je jonge Oranje ook. Ja. Maar goed, soms zit het ook heel dicht bij elkaar. En blijven jonge spelers, blijven jeugdige spelers die gewoon fouten maken. Ja. En daarin zijn ze misschien in sommige landen iets eerder volwassen of iets zakelijker. Ja, denk ik, ja. Dat hoort ook bij het Nederlands voetbal. Dat is altijd zo geweest, hè? Ja, ik denk dat ze nog iets te jong in hun hoofd zijn nog. Weet je wel? Waar moet ik heen? Rechtdoor? Rechtdoor, ja. Dat is niks hoort rechtdoor, hè? Met net in mijn structuur. Oké. Dat ze iets te jong in hun hoofd zijn nog. Later pas, op latere leeftijd, stikken, hé. Okay. Maar die jongens zijn 20, 21, hè? Ja. Gaan ze even terug hoe je zelf was. Ja. Tuurlijk zijn ze tegenwoordig eerder volwassen, maar er wordt ook wel veel geëist van die kinderen. Ook, ook in die opleiding. Zo onder 9 gaan ze scouten. Hoe debiel ben je, joh? Dat is niet normaal. Ik zou daar als ouder niet eens willen. Nee. Blijf lekker in je eigen omgeving. Ja, man. Lekker met je eigen vriendjes. Ga lekker. Lekker buiten spelen, zo voetballen. Ben eens lekker de beste. Gewoon bij je eigen team. Geen druk, geen gezuur. Ja. Niet een grote touringcar met de hele familie erachteraan die. Je denkt, we hebben een kip met een gouden ei in de familie. Dat is toch zo? Ja, helemaal ziek. Verwachtingspatroon hoog. Laat ze gewoon lekker voetballen, man. Ja. Als ik bij Twente zag toen ik daar jeugdtrainer was. En dan 's morgens om 3:30 werden ze opgehaald van huis. En 's avonds om 8:00 kwamen ze thuis. Die zien geen vriendjes, die zien helemaal niks. En uiteindelijk stromen ze uit, vallen ze af. Ja. En wat heb je dan opgebouwd als kind? Niks. Mis je hier rechtsaf, sorry. Oh. Ja, we zijn wel 3 keer langs geweest, man. Ook echt. Een hele kleine harde schijf heb je. Hier woon ik, hè. Hier zo. Zet hem anders naar iets rechts. Hierin toch? Ja, je kan er ook in. Ja, als jij dat kan. Tuin. Mooi huisje, man. Ja, prima huisje. Top. Nou, gezellig. Hé, maar we moeten even samen rijden. Ja, dat is beter. Maar wie rijdt er dan?
Ja, dan neem ik iemand mee. Die is chauffeurt. Ja. Ja, dat is beter. Ja, nee, goed. Dan kunnen goed we lekker. Kunnen we een paar biertjes nemen? Ja. Oké, okay, jongens. Dat is gezellig. Rust eraan. Rust eraan. Ik spreek even op. Lekker. Groetjes, ik spreek je. Rust eraan. Hoi, hoi. Yes, jongens, dat was Paul. Goeie gozer, man. En lekker relaxed. Ik ken hem al jaren, dus ja, echt een goede gozer. En gewoon lekker down to earth, geen gezeur. En een mooi vent. Dus bedankt voor het kijken weer. En we gaan op naar de volgende. Laters. Ciao.